Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Brenno de Winter. Ik ben onderzoeksjournalist. Bezig met vooral privacy en beveiliging. En jullie kennen me misschien van het kraken ooit van de OV-chipkaart. En het overal naar binnen gaan met legitimatiebewijzen die niet echt bleken te zijn. Dan denkt u van, wat heeft dat dan met uw persoonlijke levenssfeer te maken? Nou, heel erg veel. Stelt u voor, u zit in een vliegtuig dat aan het landen is op Madrid. En op dat moment scoort u in Nederland een bekeuring voor zwart reizen. En u gaat naar de Nederlandse spoorweg toe en zegt, nou, kan nooit kloppen, want toen zat ik in het vliegtuig. Waarop de Nederlandse spoorweg zegt, dat klopt wel, want de conducteur heeft het legitimatiebewijs gecontroleerd en dat nummer opgeschreven, dus het is waar. Maar we doen niet moeilijk, als u aangifte doet van een verloren paspoort, dan trekken wij de boete in. Nou, zoiets heet dus identiteitsdiefstal en dat vinden sommige organisaties best ingewikkeld. En ik kan u verklappen, dat is ook ingewikkeld, identiteitsdiefstal. U heeft dus iets te verbergen om alleen al criminaliteit te voorkomen. Ik heb gelukkig niks te verbergen, want ik heb altijd te maken met een overheid die het spel eerlijk speelt. En nooit eens affiches van mezelf ophangt op allerlei verschillende locaties, dat ik dingen van plan zou zijn als het verspreiden van malware. Om maar eventjes weer aan te geven dat je altijd iets te verbergen hebt en die overheid niet altijd ter goede trouw is. En als je dan de politie om opheldering vraagt, ze weigeren met je om de tafel te zitten. En dat je het uiteindelijk via de rechter moet regelen. Dus ja, zo integer wordt met onze data omgegaan. Een van de dingen waar ik in januari een voorzet toe heb gegeven is om te strijden te trekken tegen de uitdrukking ik heb niets te verbergen. Want ik heb zo'n enorme hekel aan die manier van reageren op alles wat een privacyprobleem is. Om een hele simpele reden dat het namelijk het debat onmogelijk maakt. Het gaat uit dat alles wat van ons wordt genomen ter goede trouw is en dat wij altijd ter kwade trouw zijn, want we hebben kennelijk iets te verbergen. En die discussie is daarmee meteen al ontspoord. En het is dus ook een onzinnig argument. Het gaat er niet om of u wel of niet iets te verbergen heeft. Het gaat erom dat u het recht heeft om gordijnen in uw huis te hangen, om daarmee te voorkomen dat iedereen continu naar binnen kijkt, ook op de meest intieme momenten. En op de een of andere manier zijn we zo geprogrammeerd dat wij dat wel heel erg prettig vinden. Sterker nog, we stellen het strafbaar op het moment dat wij het in de openbaarheid zouden doen. Dus op de een of andere manier vinden we het heel normaal om een persoonlijke levenssfeer te hebben. Ik vind het heel normaal dat ik met mijn advocaat kan praten over bijvoorbeeld een zaak tegen minister Plasterk, zonder dat minister Plasterk dat direct weet. En daar heb ik ook heel veel belang bij, want zo'n minister kan nog wel eens, zoals we hebben gezien, door zo'n rechtszaak in problemen komen. Dus dat beschermen van die persoonlijke levenssfeer is gewoon een bazaal recht. En iemand die dus dat argument bezigt moet, vind ik ook, die benader ik ook nu alleen maar met wat jij vindt, dat moet je niet op mij gaan projecteren. Je kunt mij niet gaan verplichten dat ik opeens mijn leven anders ga leiden of opeens basale rechten opgeef omdat jij vindt dat jij niks te verbergen hebt en ook alles maar altijd naar iedereen moet uitdragen. En als we een stapje naar achteren doen dan, en we kijken nog even wat nader naar dat argument, dan vallen er een paar dingen op. Allereerst, de opmerking impliceert dat de overheid altijd het goede doet. Ik zei net al van, nou ja, soms is de overheid gewoon ter kwade trouw. Nou, daar hebben we in het grijze verleden heel veel nare voorbeelden van gezien. Maar soms blijkt de overheid ook niet zo goed in elkaar te steken met hoe ze met dingen omgaan. Bijvoorbeeld met ICT. Als de overheid iets met ICT doet, begint u altijd al te grinniken en te grijnzen. Want u neemt dan de overheid niet zo serieus. Maar ze bouwen allerlei systemen waarbij zij eigenlijk de risico's en de consequenties niet kunnen overzien. En dat wil ik zo meteen eventjes demonstreren, dat wij dat eigenlijk zelf ook niet goed kunnen. Maar het ding is dus, die overheid weet dus helemaal niet zo goed hoe ze moeten omgaan met onze data. Een leuk voorbeeld daarvan was afgelopen week, afgelopen donderdag, toen ik een kamikaze actie had gedaan. En toen ook eventjes
In het ziekenhuis langs mocht en dan vraag je ook meteen welke DBC-code aan mij wordt gekoppeld. DBC betekent diagnose-behandelcombinatie. 'S Avonds op Zembla konden we zien dat vooral in de geestelijke gezondheidszorg dat soort informatie wel heel erg ver gaat. En in die aflevering werd ook duidelijk dat er slecht met de beveiliging werd omgesprongen. Nou, dat is iets wat ik natuurlijk door de loop der jaren wel meerdere malen met hulp van heel veel mensen heb kunnen bewijzen. En ook nog wel zo gaan bewijzen weer in de toekomst. Maar het tweede was ook dat elke keer ons wordt beloofd dat dat geanonimiseerd is en dat het niet tot de persoon te herleiden is. Dus ik heb een keer een verzoek gedaan met de wet openbaarheid van bestuur, dat ik aan de overheid heb gevraagd, nou, geef die lijst dan maar. Geef maar welke diagnose behandelcombinaties er allemaal zijn verstrekt overal. En mijn plan was eigenlijk om dan vervolgens te gaan kijken wie bijvoorbeeld een borstamputatie had gehad en daarna te gaan aanbellen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat, dat het geen anonimisering is, maar pseudonymisering. Dus als ik maar genoeg contextinformatie bij elkaar hark, dan kom je er toch achter wie die persoon is. Nou ja, uit de Zembla-uitzending blijkt dat die theoretische exercitie toch niet zo theoretisch was en dat dat dus ook kan. Dus elke keer als het ons wordt beloofd dat wij veilig zijn, ja, dan klopt dat niet. En elke keer belooft de overheid goed te hebben nagedacht over alles wat te maken heeft met onze gegevensbescherming. En dan blijkt dat niet te kloppen. Daarnaast daarbij moeten we nog iets bedenken. Als de overheid aan de slag gaat met onze gegevens, betekent het niet dat zij daarmee effectief zijn. En dat is ook vaak een denkfout die wordt gemaakt. Als ik nou maar mijn privacy opgeef en al mijn gegevens in de handen van de overheid leg, dan word ik dus veiliger. Als dat zo is, hoe kan het dan wezen dat in een land als Duitsland, waar men toch wat privacygevoeliger is dan in Nederland, het opsporingspercentage van criminaliteit zoveel hoger ligt? Zou toch het schenden van de privacy niet automatisch leiden tot een betere opsporingsresultaten? En hoe kan het toch wezen dat wij elke keer, als er zoiets in Europa voor rechters komt, gedonder krijgen met Europese hoofden die zeggen dat wij elke keer te ver gaan? Nou, dat zijn gewoon even een paar vragen die ik heb en ik wilde eventjes wat demonstreren. Ik heb een fantastische applicatie, die heet Facebook. Misschien heeft u er eens van gehoord. Wie liked er wel eens wat op Facebook? Wat liken jullie zoal? Valt het even. Ja. Tuurlijk, ja. Ja, wat trouwens toch wel een leuk effect had, dat meteen AT5 een item heeft gefilmd over de valpartij. Dus dat was ook wel weer leuk. Voor de mensen die het niet weten, Brenno is het type mens dat harder gaat fietsen op het moment dat er een paaltje op je afkomt. En proefondervindelijk kan ik verklappen dat dat een suboptimaal idee is. Oh. Nee. Ik moet gewoon eventjes mijn scherm daar neerzetten. Oké. Ik heb hier, dit is heel mooi, op Facebook. Als je naar de Engelse versie gaat, dan moet ik alleen even met mijn rug ernaartoe staan. Ik moet heel even snel internet regelen. Ja, op een of andere manier ben ik wat verminderd enthousiast over publieke wifi. Heeft iets met privacybescherming te maken, kan ik u verklappen? Maar ik wil eventjes wat laten zien. Dit wordt een nieuwe functionaliteit, die krijgen jullie allemaal. Als je namelijk op like drukt, dan kunnen we daar straks op gaan zoeken. En dat is heel leuk, want als je dan door die database van Google zoekt, dan zie je dus allemaal vriendjes en mensen waar het leuk is om met vriendjes mee te worden. Omdat ze dezelfde dingen leuk vinden. En als het nu goed gaat, ga ik met een paar seconden internet hebben.
Dan gaan we ook eens even één zoekactie doen. Ik zal u niet de hele middag gaan vervelen met allemaal zoekacties. Het wordt maar eentje. Wel eentje die we ook weer iets gaan uitbreiden natuurlijk. Als we toch lekker aan privacy schenden gaan en zo. Wie is hier trouwens een vrouw die valt op vrouwen of een man die valt op mannen? Verder hier, volledig legaal en zo. Maar die zegt... Maar als je nou zegt, people who like men... And are at the hub. And... Laten we dat nou eens iets leuker doen. Live in Uganda. Oh. Wat trouwens ook een leuke is, maar... Nou, deze kan ook wel eventjes. Nee, deze kan trouwens niet. Want... Sorry? Brokeback Mountain. Nou goed, jullie snappen het idee, denk ik wel. Ik denk dat het punt wel gemaakt is. Op het moment dat je dit een paar jaar geleden zei, ik vind een man leuk, had je zelf niet het idee dat je daarmee jezelf mogelijk strafbaar maakte voor iets waar levenslang op staat in dat land. En dat blijkt dan opeens toch zo te zijn. En dit is een beetje de problematiek met ik heb niks te verbergen. Iets wat nu legaal kan zijn, kan over een jaar wel hopelijk in hoge mate illegaal zijn. En het probleem daarbij is dat ik niet kan voorspellen hoe de wereld zich gaat ontwikkelen. Oftewel dat het probleem met ik heb niks te verbergen is dat ik naar de toekomst toe gewoon echt geen flauw idee heb waar ik mee bezig ben. Ik noem dit altijd het asbestprobleem van de privacy. Want bij asbest gaan we er nu mee lekker mee aan de slag. En wie kan toch geen kwaad. En dan 20 jaar later blijk je dan opeens longkanker te hebben. En dan bleek het toch kwaad te kunnen. En dat is dan weer suboptimaal. Dus dit probleem zie je ook met je persoonlijke levenssfeer. Dat ik nu niet weet wat gevolgen zijn van het vrijgeven van bepaalde informatie. Nog zo'n leuk voorbeeldje was... We hebben de bewaarplicht verkeersgegevens, zo kunnen terroristische netwerken met elkaar in verband worden gebracht en onderzoeken naar mensen worden gestart. Nou, in het Verenigd Koninkrijk weten we inmiddels, is ooit op een gegeven moment Geert Wilders gezien als iemand die moest worden geweigerd op basis van de antiterreurwetgeving. Men mag 3 slagen diep gaan en dan kom je ook bij mij uit. Want ja, 1 slag is zo'n beetje zijn hele fractie en er staan in mijn telefoon wel altijd wel een paar PVV-Kamerleden, net zoals de rest van de Tweede Kamer zo'n beetje wel, omdat dat gewoon bij je werk hoort. En nergens kan ik toevoegen, is voor mijn werk vind ik helemaal niet leuk, of is voor mijn werk vind ik heel erg leuk. Dus dat maakt het heel makkelijk ook om de verkeerde conclusies te trekken. En dat in combinatie met een overheid die eigenlijk niet zo goed is met ICT, word ik daar altijd niet zo heel erg vrolijk van. Dat eventjes om daarmee toch duidelijk te stellen dat we hiermee echt wel een vrij fundamenteel probleem te pakken hebben. En de groepen die dus gaan roepen ik heb niets te verbergen, blijven dus elke keer weg bij het net iets verder kijken dan je neus lang is. Dan is de tweede hele andere angle. Ik begin te observeren dat wij op het punt zijn gekomen waarbij wij nagenoeg een controlestaat hebben afgebouwd. En een van de ingewikkelde stappen die we nog moeten zetten is eigenlijk wat nu wordt gezet met big data. Dat de computer voor ons beslissingen gaat nemen op basis van profielen die jij vertegenwoordigt. Nou, een heel naar voorbeeld is natuurlijk de heer Dolmatov, die in zijn cel zelfmoord pleegde nadat hij abusievelijk was aangemerkt als verwijderbaar uit Nederland. Een suboptimaal idee voor iemand die iets met atoomgeheimen heeft gedaan en Poetin als tegenstander heeft. En die heeft uiteindelijk de keuze gemaakt om zijn leven te beëindigen.
gelet op de omstandigheden wel een begrijpelijke keuze en vooral een heel tragisch gevolg. Daarop volgde een onderzoek en bleken 200 mensen verkeerd te zijn aangemerkt. We hebben na 11 september een aantal voorbeelden van big data gezien, waar als je erover nadenkt je niet zo vrolijk van wordt. Vliegtuigen die uit de lucht worden geplukt en worden bestormd, omdat bijvoorbeeld op de passagierslijst de naam van een bekende terrorist staat. En omdat we nou eenmaal niet verder kijken dan onze neus lang is, blijkt die terrorist dan nog geen 9 maanden oud te zijn. Voorbeelden van steden die worden, kleine dorpjes die worden dichtgetimmerd, omdat op Al Jazeera in de band eronder op een gegeven moment informatie voorbij komt en de ruis wordt geïnterpreteerd door de NSA als zijnde de coördinator voor een aanslag. Het is heel lastig om in een hele grote hoeveelheid data dat patroon te vinden om precies vast te stellen wie of wat een terrorist is en hoe dat vorm krijgt. Ik roep ook altijd op, word terrorist, want we hebben in deze wereld een nijpend tekort aan terroristen. Dus we weten er gewoon te weinig van. Dus een hele grote bak met data helpt ons op dit moment niet om daar slimme profielen op te maken. Aan de andere kant, als ik achteraf weet wat ik zoek, is een hele grote bak met data wel een groot gevaar. Als je nu een bak met data hebt en je denkt, hé, die Brenno de Winter die wordt te invloedrijk of te belangrijk of er gebeurt iets mee wat ik onwenselijk vind, dan heb je opeens een dossier op van iemand wat wel heel compleet is en wat wel makkelijk te vinden is, want dan hoef ik niet in ongestructureerde data te zoeken. Dan zoek ik in gestructureerde data en kan ik in één keer doorprikken naar de plek waar ik moet zijn. Daarom is het probleem van de NSA ook zo groot. En het lijkt allemaal heel onschuldig zoals dat elke keer wordt gebracht. Maar zo onschuldig is het dus niet. Er worden dossiers bijgehouden met heel andere doelen dan ons wordt verteld. Tenminste, ik vind het vrij ingewikkeld te verkopen dat Angela Merkel aan het hoofd zou staan van een terroristische organisatie. Toch wordt de hele regering van Duitsland afgetapt. Ik vind hetzelfde ook heel lastig om van de paus te zeggen. Je kunt heel veel van de katholieke kerk zeggen als je wilt, maar niet dat het een organisatie is die is gericht om op Amerikaanse bodem aanslagen te plegen. En zo hebben we natuurlijk talloze andere voorbeelden waarbij het heel lastig te verkopen is dat het gaat om criminaliteitsbestrijding of andere zaken. Dan dringt zich de vraag op, waar gaat het dan wel om? En dan blijven er eigenlijk maar 2 dingen over. Observeer ik. De eerste is, het gaat om economische belangen. Als ik bij jou spioneer op jouw werk, dan weet ik waarmee jij bezig bent en kan ik misschien jouw bedrijfsgeheimen stelen. Nou, dat verklaart bijvoorbeeld waarom in Brazilië natuurlijk massaal Petrobras is afgeluisterd en in Duitsland de ICT-industrie nogal onder vuur ligt van de NSA. De tweede reden is, en daar kan ik weinig anders aan dan het verklaren als een vorm van het willen van controle. Als je kijkt naar het volledig bijhouden van dingen als Facebook, als dingen als Google, dan gaat het over zulke persoonlijke informatie, ook op zo'n high level niveau, hè? Want als jij Facebook, Yahoo, Google, dat allemaal bij elkaar kan trekken en dat allemaal aan één persoon kan koppelen, heb jij zoveel kennis die wij misschien wel heel vakkundig hebben gescheiden, dat het wel griezelig complete profielen worden. En dat begint toch wel de geur te hebben van een vorm van controle willen hebben over de hele wereld. En misschien moeten we ook maar concluderen dat grote massale dataopslag te goedkoop is geworden. Dropbox is een interessantere, want Dropbox is natuurlijk zowel privé interessant als zakelijk interessant. Want veel organisaties zijn bezig om langs Dropbox informatie uit te wisselen. Eigenlijk is de enige die ik nog mis in de onthullingen iets als Evernote. Want dat is natuurlijk waar heel veel informatie ook is opgeslagen. Ik ga daar zo meteen tegen het einde nog eventjes iets over zeggen, want daar ga ik met een oplossing komen later dit jaar. Maar het maakt wel duidelijk dat wat ons wordt verteld niet altijd de waarheid is. En misschien is het ook wel heel goed om eventjes te snappen dat dit ook het kernprobleem van privacy is. Als we kijken naar de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens, mag je heel veel gegevens van iedereen verwerken. Het enige is, ik moet het vrijwillig toestaan. Ik moet weten waarvoor het is. En het moet doelgericht zijn.
En vooral die tweede, daar wordt heel vaak, en er zijn nog wel wat voorwaarden, maar dit zijn eventjes de belangrijkste, hè, kort door de bocht. En dat weten waarvoor het is, dat is altijd een probleem. Het is heel raar dat als ik een kopie van mijn paspoort moet laten maken en ik vraag waarom wilt u dat doen, dat ik dan de vraag terugkrijg, waarom wilt u dat weten? Dat dus elke keer de discussie wordt omgedraaid en bij mij in mijn gezicht wordt geduwd alsof ik nu iets vreemds doe. En het rare is dat als het allemaal zo te goede trouw is en die bedrijven allemaal zo van plan zijn om het juiste te doen, dan zou je het toch vertellen. Dan zou je toch zeggen van nou, we nemen uw gegevens op omdat we veel fraude hebben en op deze manier denken we bij het afsluiten van het telefoonabonnement fraude te kunnen tegengaan. En dan heb je het begin van een discussie. En dat hoor je dus nooit. En dat vind ik dus heel erg raar. En elke keer als je dus vraagt van wat doet hij met mijn gegevens, is die vraag stellen een hele rare. En dat is dus ook het vreemde. Ik zou dus volledig bloot moeten. En de andere kant hoeft mij niets te vertellen. Dus die doelgerichtheid, daar heb ik altijd heel veel vraagtekens bij. En dat Facebook iets niet van plan is als ze WhatsApp overnemen, ja, daar geloof ik niet zoveel van. Pas als dat een keiharde garantie wordt, dan zou je het begin van geloof kunnen hebben. Waren het niet dat we een Patriot Act en een NSA hebben, dus dat het heel lastig wordt. Want een bedrijf in Amerika kan alles zeggen, maar de rechtbank kan ze dwingen, of eigenlijk de diensten kunnen ze uiteindelijk dwingen, via zogenaamde national security letters, om gewoon glashard te liegen. Dus als Google zegt, wij spelen geen gegevens door, dan kan dat dus gewoon een door de rechter opgedragen leugen zijn. En dat maakt dus het privacyprobleem enorm lastig om daar de vinger achter te krijgen. Wij spelen altijd een wedstrijd waarbij we 1-0 achterlopen bij de tegenpartij die veel meer mag en wij niet eens mogen weten wat er gebeurt. En als je dus gaat roepen, ik vermoed dat men dit en dit gaat doen, dan ben ik aan het gissen en dan ben ik dus paranoïde. En hier zullen we dus iets mee moeten gaan doen. Want elke keer als er wordt gekeken achteraf, blijken dingen niet te kloppen. Een van de leukste vind ik nog altijd dat in een rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdienst op een gegeven moment letterlijk staat dat de AIVD zich overwegend aan de wet houdt. Als ik mij overwegend aan de wet houd, dan had ik nu vastgezeten en had ik niet vrij rondgelopen. En dat is, vind ik, voor een dienst die zo moeilijk te controleren is, vind ik behoorlijk schokkend eigenlijk, zo'n het overwegend aan de wet houden. En iedere keer als wij dingen opgeven, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht verkeersgegevens, dan blijkt achteraf, als er dan onderzoek wordt gedaan, dat dingen niet kloppen. En dat de wet wordt overtreden, dat de politie de bevoegdheden misbruikt enzovoort enzoverder. Iedere keer blijkt een rapport als conclusie te hebben dat het niet deugt achteraf. En dan krijg ik toch de boodschap van een overheid van vertrouwt u ons maar, we bedoelen het goed. En ik denk dat om dit eventjes samen te vatten, dat het tijd wordt dat wij daar wat kritischer in gaan staan. En kritischer in staan zou ik gewoon toch wat vaker de poot stijf kunnen houden en bijvoorbeeld informatie niet te geven. Vorig jaar was ik een keer in Duitsland in een hotel. En toen moest ik mijn huisadres opgeven. Nou, ik heb vooraf betaald met mijn creditcard. Ze hebben mijn creditcardnummer. What else do you need? Dus ik heb dat geweigerd. En ook mijn e-mailadres heb ik geweigerd. En vervolgens ontstond er een hele discussie. En aan het eind dreigde die vrouw, dan krijgt u ook geen aanbiedingen van ons. Ja. Ik heb een verlies genomen. Maar dan blijkt dus dat die gewichtige redenen reuze meevallen. Ik was vorig jaar in Israël in een hotel en daar checkte ik in. En werd gewoon gezegd dat je je telefoonnummer en je e-mailadres voor security reasons moest achterlaten. En we waren met een aantal journalisten. En iedereen voor me die had dus gewoon dat braaf ingevuld. Dus ik lees dat ding. Dus al eerste opmerking die je dan krijgt is, wat doet u? Ik zei, nou, ik lees het formulier, mevrouw.
Waarom doet u dat? Nou, omdat ik wil weten wat ik onderteken en omdat ik wil weten wat u met de gegevens doet. En wat stond er natuurlijk aan de achterkant? Dat het telefoonnummer en het e-mailadres bestemd waren voor marketingdoeleinden enzovoort enzoverder. Dus die security reasons waren weer erg leuk opgerekt. Dus ik heb dat niet ingevuld. Ik zeg van nou, ik skip de marketing wel een keertje. En toen was het ook gewoon goed. En misschien zou het al enorm veel helpen als jullie na vandaag gewoon met jezelf de afspraak maakt van nou, ik ga daar toch even iets ingewikkelder over doen. Niet om lastig te zijn, maar gewoon om echt me af te vragen, word ik hierdoor slachtoffer van identiteitsdiefstal? Heb ik nog controle over de informatie die ik geef? Nou, als je een eigen domein hebt, is het natuurlijk een hele handige om voor alles een nieuw e-mailadres aan te maken. Dan kun je namelijk laten herleiden wie wat heeft gelekt, misbruikt of wat dan ook. Een aantal datalekken, overigens, die zijn bij mij aan het licht gekomen doordat een aantal tipgevers dus dat iedere keer doen. Dus dat het in één oogopslag duidelijk is waar dit lek vandaan komt. Dus dat helpt al enorm en het in kaart brengen. Dat zal heel veel helpen en in een aantal gevallen gewoon keihard informatie weigeren. Want je hebt wel degelijk heel veel te verliezen. En elke keer wordt er ook gedaan bij ik heb niks te verbergen dat het een soort zero-sum game is. Als ik wel al mijn informatie geef dat je geen risico loopt. Ja, je kunt risico worden. Het risico is heel duidelijk dat je kunt het slachtoffer worden van identiteitsdiefstal. En daarvan zijn de gevolgen gewoon heel lastig te overzien. Los van de andere dingen die ik eerder heb genoemd. Dus het loont gewoon om dat af en toe eens niet te doen. En het gewoon eens bij te houden wat je ervaringen zijn. En misschien zouden we dat dus onderling veel meer moeten gaan delen. Wat ik zelf momenteel doe is elke dag 1 minuut besteden aan privacy. 1 minuut even nadenken over welke stappen ik kan zetten om gewoon die bescherming van die persoonlijke levenssfeer van mezelf of van anderen net iets beter te maken. En dat geeft soms leuke inzichten. Het kan zijn als je hard aan het fietsen raad ik af. Als je staat te wachten op de trein of eventjes ergens naartoe aan het lopen bent, gewoon even je gedachten laten gaan van wat zou nou helpen om deze problematiek aan het licht te brengen of voor het voetlicht te brengen of te zorgen dat het niet veel verder gaat dan het nu al gaat. En ik ga nu vast zeggen dat wij een strijd aan het voeren zijn die we aan het eind van de rit gaan verliezen. Want de big data power is enorm. En de push van bedrijven is ook echt enorm om vooral dus echt heel erg elke keer op de persoonsgegevens uit te zijn. Want dat is het geld waard. WhatsApp was $42 per account waard. En er wordt gezegd, ja, maar dat is niet voor jouw account, maar dat is voor de toekomstige accounts die we er nog bij gaan trekken. Whatever, als je het gewoon nu overslaat is het $42 per hoofd en dat vind ik best veel. Dat is eigenlijk iets wat ik niet had verwacht voor... Als we ze mogen geloven, een bak met data waarbij de berichten niet eens meer bewaard zijn. Dus het geeft in ieder geval te denken. Tweede stap die we volgens mij zouden kunnen zetten is iedere keer als er iets speelt waarbij onze persoonlijke levenssfeer in het geding is, om ons daar actief tegen te verzetten. En dat kan soms heel simpel zijn, hè? Als er dus iets door de Tweede Kamer wordt geloodst en een Kamerlid dat zoiets die voor een bepaald iets is waar jullie van denken, nou geen goed idee, en die krijgt opeens 20.000 mailtjes, dan is het opeens niet meer zo risicoloos. En dan zijn er opeens een heleboel mensen die dus van mening zijn, ja, het is toch allemaal niet zo vrijblijvend, het is toch allemaal niet zo... Het is nu elke keer de gedachte, hè, het volk slikt het wel. En het is heel leuk, merk ik, als je artikelen schrijft, en je houdt dus opeens politici verantwoordelijk voor wat ze doen, dat ze het opeens niet leuk vinden en dat het dan ben je gemeen, want dan speel je op de man en dan krijg je hele leuke reacties. Ik heb dat recentelijk een keer gedaan met de wet openbaarheid van bestuur, door een paar columns te schrijven over Manon Fokker van de PvdA, die gewoon echt bezig is de wet openbaarheid van bestuur kapot te maken. En die rekening leg ik dus bij haar neer, niet bij haar partij, ja ook, maar... Vooral bij haar, want zij is daar dus nu de voorvechter voor. En dat maakt het namelijk herkenbaar, dat geeft het een gezicht. Zij is bezig iets goeds kapot te maken. En dat helpt dus gewoon heel erg, want dan is het niet meer zo gemakkelijk en vrijblijvend.
En dan moet je het maatschappelijke debat gaan voeren. En let maar op, als het over privacy gaat, wordt iedere keer het maatschappelijke debat vermeden. Ik ben al jaren aan het procederen tegen de politie en justitie om duidelijk te krijgen wat bepaalde simpele maatregelen voor effect hebben gehad. Lijkt mij een volledig legitieme vraag. Wat heeft een camera in de publieke ruimte nou voorzien? Hoe kan ik eerlijk het debat voeren als ik niet mag weten wat het me oplevert? Want misschien wil ik wel privacy inwisselen voor een stuk veiligheid, maar dan wil ik wel eerst weten wat voor resultaat eraan zit. En het rare is dat die discussie wordt elke keer uit de weg gegaan. En ik kan er maar één conclusie uit trekken, dat men verdomd goed weet dat het heel erg weinig oplevert. En dat het heel veel maatregelen voor de bühne zijn met een prijskaartje van het asbestprobleem. Dus als de volgende keer je het advies krijgt om geen gebal gehakt te eten of niet te roken, denk dan gelijk even na van nou, er zijn ook nog wel een paar andere dingen die nu worden gepropageerd en waar we enorm veel last van hebben. Dus ik wou jullie dat sowieso meegeven en ook heel erg vragen om wat alerter te worden gewoon. Iedere keer gewoon te denken, wat gebeurt hier, is dit nog normaal? En een van de dingen waar je misschien op kunt focussen is ook de jeugd. Als je kijkt naar jongeren die er komen, als eerste welkomstcadeau geven ze als overheid of als staat, geven ze een elektronisch kinddossier cadeau. Dus alles wat ze vanaf dag 1 verkeerd hebben of doen, daar kunnen we ze vast op pakken. Dat hebben we vast vastgelegd. En daar worden mensen nu mee grootgebracht. Het grappige is trouwens, dat elke keer wordt geroepen, die jongeren kan privacy niks schelen. Dat iedere keer wel degelijk wordt ontdekt door jongeren. Snapchat is veel populairder aan het worden dan Facebook. En dat heeft een hele duidelijke reden. Want daarbij is de emotie dat het foto's zijn die kort bestaan en daarna niet meer toegankelijk zijn. Of ze echt gedelete worden, ik weet het niet. Is ook vrij lastig controleren. Maar het betekent dus dat er dus wel een emotie en een gevoeligheid voor privacy is. Er was bij de Hogeschool van Rotterdam, konden studenten kiezen voor een lab. En daar werd ook opeens opgebeld als Blauw99. Ze wilden graag een privacy lab doen. En of ik dat wilde begeleiden. En dat alleen maar na één lezing. Dus kennelijk is het wel zo dat het mensen wel degelijk iets kan schelen. En dat betekent dus dat die waarde toch universeler is dan elke keer wordt gedacht. En dat we nog van die flauwe argumenten hebben van ja, die jongeren knallen alles toch online. Ja, omdat jongeren soms jong zijn en soms fouten maken. Hallo, mannen van 42 gaan harder fietsen als een paaltje op ze afkomt. Dus iedereen maakt fouten. Dus misschien is dat iets om mee te beginnen. Ik wilde het daar eventjes nu voor nu bij laten en horen of er nog wat vragen zijn of opmerkingen. Is iemand het hartstochtelijk met me oneens? Is iemand nu beledigd? Ik heb nog een vraag. Ik ben Maurice, lid van GroenLinks-Enschede. Mijn vraag is, heel ADHD is opgezet, maar zijn het. Je had het al over wat je zelf kunt doen bij de mensen waar de data over gaat. Ja? Je noemt ook al één ding over wat je kunt doen voor iemand die bepaalt wat er met de data gebeurt. En daar zei je vooral de vrijblijvendheid aanpakken van wat je doet. Ja, gewoon eens een vraag stellen van wat doet u ermee, want ik loop het risico op identiteitsdiefstal, ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik zit dan te denken aan een gemeentelijke overheid, die verwerkt ook veel gegevens met transities in zorg en sociale domein. Ja. Wat dan nog, hè? En je herinnert je vast wel een onderzoek van gok anderhalf jaar geleden, waarin bij slechts 4% van de gemeentes een voldoende gescoord werd over privacy. Ik schijn daar iets in de verte mee te maken te hebben gehad met Lektober, ja. Daar had ik vraag gekeken van bij welke gemeente hebben medewerkers gegevens van bekende Nederlanders opgezocht waar ze niks te zoeken hadden. Met scoren ze zo slecht. Mijn vraag is dan, hoe krijg je de waarde van privacy tussen de oren van mensen die met andermans gegevens werken, maar het belang van privacy niet zien of nog erger privacy maar lastig vinden?
Nou, dat is lastig, misschien zelfs wel bijna onmogelijk, omdat er is geen wettelijk kader wat echt, zeg maar, straffend kan optreden. Als ik bij jou in huis inbreek, dan hebben we dat heel netjes geregeld in dit land, want bezit is vrij absoluut. Maar het bezit van data, dat wordt nog niet echt goed genoeg erkend. Informatie die over iemand gaat, het systeem is zo in Europa dat dat dan ook mijn data is. Hè. Het gaat over mij, dus ik heb daar zeggenschap over. Toch wordt dat niet zo ervaren. Dat merk ik bijvoorbeeld heel vaak als een hacker die iets heeft ontdekt, bij me komt, dat dan het bedrijf van mening is dat zij het slachtoffer zijn en niet de klanten waarvan de data wordt gestolen. En ook als je dan de discussie ziet met Team High Tech Crime, maar vooral ook het Openbaar Ministerie, die kijken nog heel plat van ja, maar het is de computer van dat bedrijf, dus dat is het slachtoffer. Ik vond dat echt het meest stuitende, vond ik destijds bij, er is van alles natuurlijk omheen gebeurd bij de Groene Hart Ziekenhuis. Maar ik vond die 500.000 mensen waarvan dus medische informatie gewoon jarenlang toegankelijk is geweest. Dat vond ik het probleem. En het lastige is dus als je dat niet tussen de oren krijgt, en dat is gewoon iets wat een hele lange tijd gaat duren. Voordat dat gaat lukken, dan komt het er niet. Ja, dan zul je heel weinig gaan winnen. Want een van de dingen die heel positief zou zijn, is als je een keer slachtoffer bent van ja, de gevolgen van identiteitsdiefstal of zo, dat je een claim zou kunnen neerleggen of iemand echt op zijn gedrag kan aanspreken. Maar als je erover nadenkt, is dat nagenoeg onmogelijk. Als ik bij jou data hack, bij jouw bedrijf zeg maar even, en bij jouw bedrijf wat data hack, en ik kan dan opeens dingen aan elkaar correleren, is dan jouw data meer verantwoordelijk voor de identiteitsdiefstal of jouw data? Dus dat maakt het lastig. Het tweede is, we hebben in Nederland eigenlijk geen effectieve toezichthouder op alles wat persoonsgegevens betreft. We hebben een college bescherming persoonsgegevens. Daar werken geloof ik 86 arbeidskrachten. Alles erop en eraan. En we hebben een miljoen bedrijven in Nederland. Rest my case. En om te voorkomen dat het CBP ooit wel succesvol zou gaan worden, heeft staatssecretaris Teven in zijn oneindige wijsheid in het verleden besloten om meer taken bij het CBP neer te leggen. Dus de kans dat ze echt wat kunnen effectief, die is heel erg klein. En als ze ingrijpen, en gelukkig zijn er plannen om de wet te wijzigen, maar ik moet nog zien dat dat, zeg maar, een beetje snel gaat gebeuren. Maar als ze ingrijpen, dan mogen ze de eerste keer niet meer veel meer zeggen dan foei. En dan kunnen ze in... Nee, maar goed, die onderzoeken zijn enorm langlopend. Want het bewijzen dat iemand de wet overtreedt en dat daar natuurlijk ook nog wel alles causaal is. Want je kunt alles ter discussie stellen als bedrijf. Dus het maakt het heel lastig om goed in te grijpen. Dus het CBP is gewoon een heel ineffectief orgaan. Pas als ze lasten onder dwangsom gaan opleggen. Dus ze gaan zeggen, als je nu dit niet doet, dan krijg je de volgende dwangsom over je heen. Dan worden ze effectief. Maar dan heb je vaak al een traject gehad met een boete van 4.500 euro maximaal voor een bedrijf. Ter vergelijk, de juridische kosten voor mij met de overchipkaart waren 12.000 euro. Dus ja, en dat ik sta hier, ik lach nog, dus kennelijk kan ik dat uiteindelijk toch, overleef je dat. Dus een bedrijf als Philips en je zegt 4.500 euro, ja, het is bijna een advertentie. Voor 4.500 euro mag je dus gewoon de privacy van mensen aantasten. En daarna moet je een beetje gaan oppassen als je eenmaal op de radar bent. Beveiliging is het bespelen ook van de economie. En ik ben denk ik redelijk succesvol in het bespelen van de economie door aan te geven waar het niet deugt. Dus vorig jaar, toen bijvoorbeeld bekend werd dat er een aantal arbeidsdiensten medische dossiers doorspeelden aan werkgevers, ben ik gaan wobben op de namen van die arbeidsdiensten. Nou, dat werd afgewezen, toen heb ik een bezwaar gewonnen. Toen is een van die arbeidsdiensten in kort geding naar de rechter gestapt om het vrijgeven van hun naam te voorkomen. Nou,
lang verhaal kort, dat werd één grote afgang voor ze. Ik was het voor het eerst van mijn carrière het hartstochtelijk eens met de landsadvocaat. Die zat te pleiten voor meer openheid. Maar dan ben je effectief. Als zij dus de moeite nemen om naar de rechter te stappen en een advocaat te gaan inhuren, dan heb je kennelijk een gevoelige snaar geraakt. Dus het feit dat zij die dossiers doorspeelden, dat vond dit bedrijf dus toch niet zo leuk. De perspectiefgroep heette ze trouwens. Dus je moet ergens gaan zoeken naar de manier waarop je dat, die kaart goed kunt spelen. Nou, ik vind een leuk voorbeeld. Recentelijk was Ancilla voor de verkiezingen, voor de gemeenteraadsverkiezingen, die onder auto's van die parkeerwachters van Citeon van die traces plaatste, zodat je op internet kon zien waar die auto's rijden. Precies namelijk wat ze doen, bij ons doen. Het op dat soort manieren inzichtelijk maken en elke keer blijven bevragen en soms ook gewoon, weet je, soms word ik wel eens neergezet als een zeurkous of weet je wel, heb je hem weer met zijn gezeur. Prima, weet je, dat mogen mensen vinden. Maar als het het juiste is om te doen, dan vind ik dat je het gewoon moet doen. Ook al vindt de hele wereld dat je knettergek bent geworden. Ik vind het gewoon terecht om elke keer die vraag te stellen. U bent gegevens aan het verwerken. Wat bent u daarmee van plan en waarom doet u dat? Dus dat, en in het bestuurlijk kader, ja, idealiter zou je willen hebben dat er keiharde wetgeving was die ja, waarbij bijvoorbeeld het fatsoenlijk afdekken of beschermen van die persoonsgegevens strak is geregeld. Dat we altijd weten wat er met onze data gebeurt. Want zoals die een van die studenten van de Hogeschool in Rotterdam zei. Ja, het misbruik van persoonsgegevens is eigenlijk net prostitutie. Het grote verschil is alleen, een prostituee weet wie zijn klant is en jij mag alleen weten wie je pooier is. En dat is een beetje wel het probleem waar we mee zitten met privacy. We hebben dat totaalbeeld elke keer niet. Ik denk dat het loont om twee dingen te doen. Eén is het vastleggen van wat er gebeurt en dat goed documenteren. Wie doet wat? Nou, dat is dus ook een heel groot gedeelte mijn taak als journalist. Dat ook gewoon goed bij te houden, zodat we daar ook mensen later op kunnen aanspreken. U heeft toen voor iets, ik ga ook een website maken, is mijn plan, waarbij ik alle helden die hebben bijgedragen aan de controlestaat ook met naam ga noemen, fotootje erbij en gewoon uitleggen welke stappen zij hebben gezet en gewoon beginnend bij Napoleon en gewoon door de geschiedenis heen gewoon alle voorbeelden die, waarvan we nu zeggen achteraf, hè, nu het speelveld overziend, dit heeft bijgedragen aan de controlestaat, aan wie hebben we dat te danken? En dan kunnen we misschien wel een mooie top 10 maken of zo. En ik vrees dat naarmate we dichter bij het heden komen en mensen zeg maar steeds hoger in die top 10 komen. En die daar heel inspirerend in zijn. Dus ik denk dat goed documenteren een hele goede is. En tweede is dat je gewoon ook eerlijk naar jezelf moet zijn. En als je dit echt een probleem vindt, dat je dan iets zult moeten gaan doen. En dat hoeft niet meteen te betekenen dat je er met de barricade op moet, maar je kunt wel je steentje bijdragen. En als je denkt dat de persoonlijke levenssfeer belangrijk is in een democratische rechtsstaat, ja, dan heb je eigenlijk weinig andere keus dan er iets energie in te steken. En ik heb die keus gemaakt. Ik denk voor gemeentes dat er een heel ander gebied om bewustwording te creëren bij burgers en dat soort zaken. Als je een idee uitdeelt, dat zijn van die mooie hoesjes die je erom kan doen, om de zaken die ze niet mogen kopiëren, zorg dat bij elke gemeente die of gratis erbij krijgt of voor 1 euro bij te kopen, ja. Dan ben je al een heel stuk verder van bewustwording ook bij burgers te creëren. Nou, ik heb hem nu een tijd en ik moet me nog wel eens links en rechts legitimeren. En om een of andere vage reden word ik wat vaker gecontroleerd en wat strenger. Ja, you keep wondering indeed. Maar het is wel een discussiestarter inderdaad. Ik heb daarvoor een keer, toen ik mijn eigen paspoort ging afhalen, een half uur aan de balie gestaan. Ik toen nog gemeente Engelo en ik heb ze het idee gedaan en ik heb ze ook verteld dat zij
mij horen te vertellen over allerlei dingen, waar ik wel en niet mijn paspoort zou moeten tonen en niet. En namens nou, iemand op de balie die zei van ja, over een half jaar krijgen we geloof ik een cursus. Nou ja, weet je, je triggert me nu wel. Wat je zou kunnen doen, wat niet agressief is, maar wat wel heel effectief is. Er zitten hier een aantal mensen uit Leeuwarden. Er zitten een aantal mensen dus hier uit Enschede, Almelo of Hengelo? Of nu ook Enschede? Nee, ik ben gewoon nu in Borgen. Oké, want je kunt natuurlijk, en iedere burger heeft het recht om in te spreken in de gemeenteraad 2 minuten lang. Het is best wel leuk als er iedere gemeenteraadsvergadering eventjes aandacht wordt gevraagd voor iets als privacy. En dat kan gewoon aan de hand van een voorbeeldje uit de krant of dingen waardoor blijkt dat het niet goed gaat. Een van de hoofdpijndossiers is momenteel de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat is een mooie om, maar je zou ook aan de jeugdzorg kunnen denken. De jeugdzorg wordt nu ook overgeheveld naar kinderen. GGZ is een dossier dat is in hoge mate explosief. Dat gaat over kinderen waar geestelijk iets niet mee in orde is. Het gaat over GGZ in het algemeen gaat over mensen waar iets niet mee in orde is. Dat wil je niet in de openbaarheid hebben. Dus. En aan de andere kant heb je zorgverzekeraars die enorme fraude vrezen. Dus die combinatie is een hele mooie, omdat dat dus enorm gevoelig ligt. En daar kun je bijvoorbeeld langs die lijnen zou je ook al wat kunnen doen. Dank voor de tip ook. En dit is dus precies wat ik bedoel met 1 minuut nadenken over, hè? Wat ik wel eens over weten wat jij daarvan vindt. Want ik snap dat bedrijven het prachtig vinden om informatie van alle mensen te weten, dat is geld waard. Ik snap ook dat veiligheidsdiensten erop geilen om al die informatie te weten. Daar zijn ze in principe voor. Maar waarom zijn overheden daar zo op gefocust? En zijn ze ook zo terughoudend om feedback te geven aan de mensen? Wat is nou nut? Wat is het doel? Wat bereikt het nou? Want ze halen allemaal informatie op. Maar het wordt mij nooit duidelijk gemaakt waarom ze dat doen. Wat daarmee bereikt, wat het voordeel ermee is. Nou, ik snap dat van autoritaire regimes dat die dat willen. Maar niet in een democratie. Dan denk ik, de volksvertegenwoordigers hier. Zijn er ook niet helemaal achterlijk? Nee, maar die scheidslijn is heel dun, hè? Die scheidslijn van de maatschappij die afglijdt naar iets wat we een dictatuur zouden noemen, dat is niet zwart-wit. Een van de dingen die je natuurlijk in Nederland heel vaak hoort is dat ze de burger effectiever willen bedienen en beter willen helpen. En eerder willen ingrijpen in het proces wanneer dingen fout gaan. Ja, akkoord. Maar dan ga je toch eerst kijken van hoe je dat het beste kan doen. Dan ga je toch onderzoeken welke methode daar het beste voor is. Nee, dan kun je want ook gewoon eens feiten aan mensen uitleggen. Dit is de beste manier om dat te doen. Nee, want er wordt nu een Maasmeisje gevonden en dan wil de bevolking wil morgen een antwoord hebben. Een van de dingen die je kunt observeren is dat wij een maatschappij zijn geworden die elk risico wil uitsluiten. En we moeten misschien weer eens gaan leren accepteren dat er soms paaltjes kunnen oversteken. Dat je mensen hebt die gewoon overlijden aan dingen. Dat we mensen in onze maatschappij hebben die gewoon overwegend slecht zijn. En die hele nare dingen doen. Wat we eigenlijk allemaal collectief niet willen. En dat het onmogelijk is dat volledig uit te sluiten. En op de een of andere manier zijn we ook een volk geworden dat... Nee, wat wel leuk was, toen ik eens donderdag in het ziekenhuis kwam, vroeg de verpleegkundige wat er gebeurd was. Nee, wat de oorzaak van het probleem was. Ik zei nou eigenlijk als we naar de basis kijken is de oorzaak dat ik mijn agenda veel te vol heb gepland. En te laat van huis ben gegaan om een vergadering voor te zitten. En toen zegt ze nou ik maak niet heel erg vaak mee dat mensen zichzelf meteen de schuld geven van iets. Maar dat is misschien ook wel een heel groot probleem. Dat we daar misschien veel te weinig eerlijk in zijn. Dat wij ook gewoon eigen verantwoordelijkheid hebben te dragen. En dat we dus ook maatschappelijk dingen zullen moeten doen. En niet alles op de overheid kunnen afschuiven. Maar we vinden het wel erg gemakkelijk als dat voor ons wordt geregeld. En daar komen dus een heleboel dingen in mee. Dus dat is een beetje mijn blik erop. Het tweede is waarom je zegt van ja, inlichtingendiensten snap ik. Ook een inlichtingendienst wordt niet effectiever als je meer data vergaart. Nee, dat is een ander verhaal, maar dat ze dat willen weten, dat kan ik me wel voorstellen. Dat hebben ze altijd willen. Ja, en als je nou met klokkenluiders spreekt, dan hoor ik heel vaak het verhaal. Amerikaanse klokkenluiders,
We do it because we can. En je hoort dat ook steeds vaker politici roepen van de technologie is het, laten we het nou maar gaan gebruiken. Of we kunnen het, waarom doen we het nog niet? Het begint al op veel basaalheidsniveau ook al van, omdat het, ja, de IT-vendors, ja, die verkopen overal, we hebben nog meer mogelijkheden en faciliteiten. Dus als ik bij gemeenten bijvoorbeeld kijk, dan wordt de datahonger ook gewoon gevoed door wat er in de specificaties van de technologie kan. Neem van, oh, als we toch aan het verzamelen zijn, neem maar gewoon mee. En dan denken we later wel aan nut. Zeg maar. Dus het is niet een doordachte beslissing. Nee. Nee, en ik denk ook niet dat we moeten denken, want dat roepen mensen soms ook wel eens van, dat we dus een vooropgezet plan hebben. Nee, we zijn echt een maatschappij die aan het slaapwandelen is in een controlestaat. En elke keer als mensen daar voor waarschuwen of waarschuwen voor de problemen die ergens aan zitten, dan is dat negatief en je probeert de verandering tegen te houden. En wat ik dus heel grappig vind, is dat juist in de hackers zien, dat zijn toch allemaal technologielovers, en niet zo'n beetje ook, dat daar dus de grootste weerstand zit. Dus de mensen die het beste snappen, die daar elke keer de hakken bij in het zand doen. En dat op een gegeven moment ook niet bij bestuurders te denken geeft. Dat is dan het probleem dat er in de politiek zo weinig aandacht voor is en dat ze dat eigenlijk allemaal een beetje aan de kant proberen te drukken, omdat er vanuit de publieke opinie te weinig druk op zit? We hebben nog geen 5 Kamerleden die serieus snappen wat er met ICT aan de hand is. De kennis is niet aanwezig. Ja. Ja. Dat kun je eigenlijk niet aanwezig noemen. Dus en die 5 kamers. Het is een taak om ze een beetje op te voeren daar. Ja, ja, eigenlijk wel. Die lukt wel, alleen je moet de tijd in willen steken. En wie, ja, maar zij willen geen tijd in steken. Nee, als politicus. Ze willen er wel. En dat kun je weer. Nee, precies. En dat kunnen wij veranderen. Want daar kunnen wij elke keer. Elke keer als je de rekening neerlegt van politiek handelen. En elke keer daar die vervelende vraag over blijft stellen. Want het rare is wel dat als het misgaat, is het wel elke keer hetzelfde circus wat mag komen opdraven in de Tweede Kamer en het verhaal mag vertellen. En ik heb het nou wat is 7-8 keer gedaan of zo in de Tweede Kamer. En elke keer zeg ik van ja, eigenlijk bent u als politiek hier ook grotendeels voor verantwoordelijk. En dan komt die boodschap wel aan. En dan gaan ze slapen en dan is het de volgende dag weer vergeten. Dat is dan een beetje jammer. Dat, ja. Een paar in de westerhaling en dan. Ik heb een keer naar een politicus op een niet al te hoog niveau die weer iets riep over kinderporno. Dat als er iets op je computer stond dat je gelijk veroordeeld moest worden. Die heb ik een mailtje gestuurd met daarin een plaatje. Met daarin de tekst kinderporno. En die heb ik in een HTML-mailtje op grote nul aan hem gestuurd. En erbij gezet van nou, als je dezelfde mailclient hebt als de meeste mensen en dezelfde instellingen, dan heb je nu waarschijnlijk een plaatje op je computer waarin staat kinderporno. En dat had net zo goed een echte foto kunnen zijn. Dus denk even na, volgende keer, bedankt, doei. En? Ja, maar dit is wel de rekening neerleggen. Een van de dingen waarom ik elke keer dat cybercrime beleid dat bekritiseer. Het grappige is, je kruipt uiteindelijk wel onder de huid. Ze beginnen op een gegeven moment wel te snappen van ja, maar er is wel, weet je, mijn verhaal kan ik gewoon staven met feiten. En dat is niet een politieke mening, maar er is gewoon een enorme berg, een golf van criminaliteit die via online media tot ons komen. En we hebben gewoon een overheid die daar volkomen machteloos tegenover staat. En dan gaan ze maar dingen roepen als terughacken en zo. Ja, misschien moeten ze eens ophouden met deuren in te trappen van 16-jarigen die een DDoS-aanval op een school hebben gedaan. Weet je, en als je daar maar op blijft hameren en op blijft wijzen. Weet je, ook als je een flink tegenwind hebt, dan op een gegeven moment, je merkt wel dat het begint nu langzamerhand wel te komen, dat men het gaat inzien. Goed nieuws trouwens, dinsdag komt er een rapport uit en daaruit gaat gewoon blijken dat nog steeds de meeste hacks te maken hebben, dus ook de meeste privacy schendingen zeg maar online, met simpele fouten die eenvoudig te voorkomen zijn. En het tweede wat gaat blijken is dat de meeste organisaties zelf lekken niet ontdekken of data breaches, maar dat dat elke keer vanaf buiten komt. Ja, hoeveel meer case wil je hebben voor een ethische hacker? En dan gaat hij maar over de scheef heen, weet je. Dat, bij drugs kunnen we dat, dus waarom kunnen we dat? En ik denk dat als we gewoon elke keer blijven roepen
om hetzelfde. Nou, heel consistent in de boodschap zijn. Want het leuke wordt ook elke keer dat ik te horen krijg van... Ja, weet je, nu is je verhaal toch wel een goed verhaal. En dan denk ik van ja, dat was het 10 jaar geleden, was dat niet anders. Ik ben niet veranderd daarin. Ik ben wel op andere dingen veranderd misschien. Maar de boodschap is al die tijd gewoon altijd hetzelfde geweest. En het is langzamerhand met dank aan Snowden en met dank aan al die datalekken die we hebben gezien. En met dank aan de inbraak bij DigiNotar. En ja, toch ook de overchipkaart. Dat langzamerhand wel duidelijk wordt dat we een collectief probleem hebben. Het leuke is nou trouwens dat de conducteurs nu boos zijn. Want die moeten nu verplicht ook in- en uitchecken als ze zelf gaan reizen. En dan opeens is hun werkgever toch niet meer zo leuk met dat bijhouden van al die gegevens. Het is niet alleen de grote partijen, maar volgens mij was het een jaar geleden zat ik in de trein. Toen zaten twee mensen voor hun werk een dossier die moeten bespreken, wat volgens mij best wel privé was. Een hele coupé van meegeven. Nou, toen ben ik even gaan googlen en vroeg ik die man na een tijdje zo van... Oh, jammer dat ze slecht gaat met je dochter op school. En toen was het, wat is hier dan? En ja, dat kan toch allemaal niet? Ik zeg, ja, dat kan allemaal niet. Ik vind het inderdaad niet zo netjes. Maar ik zeg, dat zag ik tegen jou. Jij gooit je privégegevens en iemand anders de dwars door de hele coupé heen. Ja, weet je wat ik wel eens doe als iemand hard schreeuwt door de coupé heen en ik google dan de naam. Dan doe ik vaak een LinkedIn-verzoek. We hebben zo'n fijn contact gehad in de trein. We hebben gesproken over dit en dit en dit. En het erge is dat af en toe gewoon dat LinkedIn-verzoek gewoon wordt geaccepteerd. Alsof we het er echt over hebben gehad. Dus dat is wel. Dus gewoon nog tijdens de treinreis. De leukste was ooit een keer toen zat ik in de trein naar Den Haag. En toen was er een vrouw en die was aan het bellen en die zei van. Dan zetten we ze onder druk via de landsadvocaat. Dat hebben we toen met DigiNota ook met Microsoft gedaan. En toen ben ik achter haar gaan staan toen we aankwamen in Den Haag. Toen heb ik de persvoorlichter van BZK opgebeld. En toen heb ik gezegd, zeg ik hoor net in de trein van D&D, ik ben even haar naam nu kwijt, dat jullie via de landsadvocaat Microsoft onder druk hebben gezet om die patch uit te stellen voor DigiNota. En toen kwamen ze om. Met zulke ogen, zeg ja, van alle journalisten die je had tegengekomen, kunnen komen, dat was het meest gehoorde. Maar dat is wel, dat in your face en dat confronteren, dat is wel een van de beste dingen die je kunt doen, want daarmee maak je mensen wel heel aware. Dus dat helpt. Ik zou trouwens wel de neiging hebben om, zeker als het gaat om lokaal niveau, als je het over confronteren, dat je ook de mensen als partners daarin meeneemt. In plaats van die confrontatie op te zoeken. In dit soort gevallen, dat mensen heel duidelijk iets in de trein zitten bespreken, wat ze niet hoort te bespreken, punt, dan werkt dat volgens mij heel goed. Maar als jij gewoon iets gedaan wil krijgen van je gemeente, accepteer dan dat je iemand eerst mee moet nemen in een educatieproces. Want die mensen weten inderdaad niet waar je het over hebt. En soms denk ik wel dat er vanuit, nou, zeker vanuit mensen die heel goed ingevoerd zijn in de technologie. Ik zweef daar een beetje tegenaan. Ik ben helemaal niet technisch georiënteerd, maar ik ken veel mensen die dat wel zijn. En wat ik hun zie doen, is meteen een confrontatie opzoeken. En ze weten van ja, jullie weten al niks. Maar dat is zo niet productief. Dat helpt gewoon niet. Accepteer dat die mensen gewoon van heel ver niet komen. En dat je daar stappen in moet zetten om ze op te laden. Helemaal mee eens. Nogmaals, als je de moeite zou nemen met een aantal mensen om dat slim uit te werken, om gewoon wekelijks in te spreken in de gemeenteraad. En je zou gewoon zeggen, ik vind het belangrijk, want ik maak me zorgen over de medische dossiers rond de jeugdzorg die er nu gaan komen. Dan wordt het vanzelf een politiek issue. Want elke week staat er weer zo'n burger en het staat weer in te spreken in zijn gemeenteraad omdat hij het zo belangrijk vindt. Overigens, nog een leuke, in de meeste gemeenteraden hoef je niet burger van die gemeente te zijn. Dus dat is ook nog wel handig. Hè? Ik heb ooit een keer bij een WOP-verzoek bij de gemeente Amsterdam ingesproken in een commissievergadering. En Eberhard van der Laan ging volledig uit zijn plaat.
Want dat was natuurlijk niet de bedoeling. Het was de bedoeling dat ik dat juridisch ergens in een rechtszaaltje had opgelost en niet dat ik het politiek ging maken. Maar het is natuurlijk gewoon een democratisch recht wat we hebben, dus gebruik dat. En het is best wel leuk om een keer te doen, dan maak je ook eens een gemeenteraadsvergadering mee. Ja, sorry. Vraagje, ik doe veel gebied van open data, open overheidsdata. Ja. En ik heb, terwijl ik daarmee bezig ben met gemeenten en andere overheden om te bereiken, vaak ook een beetje het gevoel van als er nou bij voorbaat heel helder is dat dingen actief openbaar gemaakt worden, ergens in het proces, dat de datahonger aan de voorkant van het proces zou verminderen. Jij hebt ervaring zowel aan de openbaarheidskant als aan de privacykant. Denk je dat er zo'n feedbacklus mogelijk is? Oeh, dat is een hele ingewikkelde vraag. Als je nu al weet van in het proces van het data verzamelen van dit gaat straks per definitie naar buiten. Dat zijn twee dingen. Hè. Wat je heel veel ziet is dat als iets gewopt kan worden, zoals dat dan heet, dat dan overheden soms dingen niet meer gaan opschrijven. Dus dat leidt wel tot een bepaalde bewustwording. Als het bij open data is, dat hangt er ook vanaf. Want als je die overheid kunt laten inzien dat het best wel goed is dat die data naar buiten komt. Bijvoorbeeld, er is nu een website openspending.nl de Open State Foundation. En je ziet nu steeds meer overheden uit vrije wil daar dus de data aan leveren. Een heleboel ook niet. Nee, ik heb net een heel overheid al gewopt voor de gegevens, voor open spending. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, heb je al leesjes in de rekeningen gehad? Nee, helemaal niks. Oké. 70% heeft nu de data geleverd. Ja, maar je merkt dat als ze het gaan zien, dat burgers dus hele slimme dingen gaan ontdekken in die data, dat ze het ook leuk gaan vinden. Alleen we zullen dat dan heel goed moeten uitleggen met mooie use cases. En dat is best ingewikkeld. Dus in die zin denk ik juist ook dat het heel positief kan zijn. Ik zou eigenlijk wel een contract, als de overheid echt betrouwbaar zou zijn, zou ik wel een contract met de overheid willen aangaan. Jij mag mijn privacy schenden, maar dan mag ik één punt aanwijzen waar ik transparantie mag hebben. En dan doen we gewoon eerlijk uitwisselen tegen elkaar. Ik denk namelijk dat daarna de ronde om onze privacy te schenden vrij snel is afgelopen. En ik denk alleen niet dat het gaat gebeuren. Ik zal als eerste dan meteen de commissie stiekem opheffen en dan gewoon alles in de openbaarheid doen, maar dat... Ik zie daar een Pieter Omtzigt die daar ernstig ja op knikt. Overigens, daar staat één van de vijf waar ik het straks over had. Uit de Tweede Kamer. Ja, toen was je er nog niet. Ja, en dan mag jij nu gaan achterhalen waar ik het dan over heb. Dus dat, succes ermee. Wat? Ja, precies. Alles wat ik zeg, dat wordt tegen me gebruikt. Nog andere vragen? Opmerkingen? Woede-uitbarstingen. Je zei helemaal aan het begin, hè, dat Nederland, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Duitsland, zich heel anders opstelt. Ja. Als je kijkt naar andere Europese landen, welke zie jij als van, nou, die hebben eigenlijk nog veel gedegener omgang met... Ja, eigenlijk alle landen met een grondwet lopen, een effectieve grondwet, die lopen op ons voor. Maar Duitsland is wel heel erg op ons voorlopend. En dat komt omdat wij een grondwet hebben waarin iets niet expliciet is uitgesloten, tenzij anders voorzien bij wet. Ja, dat betekent dus dat alles mag. Ik geloof alleen dat die clausule er dan bij marteling niet staat. Maar bij alle andere dingen zo'n beetje kan het bij wet zijn voorzien. En voor privacy is dat iets wat continu gebeurt. Tweede is, Duitsland heeft een Bundesverfassungsgericht, een grondwettelijk hof. Dat betekent dat jij vrij snel en vrij effectief dingen kunt laten toetsen. Nou, bij de bewaarplicht verkeersgegevens bleek dat al heel snel. Daar struitte dat op allerlei bezwaren. En je merkt nu dat wij lopen daar dus jaren op achter. Hè. Dus wij beginnen nu pas die exercitie te krijgen over de bewaarplicht verkeersgegevens. Ja, maar dan ben je eigenlijk dus gewoon een jaar of 13 na de conceptie van die ideeën ben je pas daarmee bezig. Nou, dan hebben we al een hele bak met data vergaard. Dus weet je, daar zit een beetje de pijn. En onze structuur is daar niet goed genoeg voor ingericht. En nogmaals, daarbij hebben we wat we wel hebben geregeld, kunnen we niet goed genoeg toetsen. Nou, dat is wettelijk stelgebruik als het zou worden zijn dat we hier door de Kamer van de medelezen. Dat zou niet op dit artikel van toepassing zijn. Wettelijk stelgebruik van Halsen, maar zeer beperkt. Maar als je dit zou willen, zou je een aantal dingen moeten uittesten. En een van de dingen die ik wel eens bij collega's gedaan heb, is de archiefwet.
Want het is volstrekt niet duidelijk of onder de archiefwet alle opgeslagen niet geanalyseerde data valt. Dus iemand zou dat eens een keer moeten gaan checken. Via de, ofwel het gewoon te proberen, want je hebt gewoon recht op inzage in archieven. Ja. En die is veel breder. En, vanaf Duitsland is een speciale casus van die grondwet is in 1946, dus waar wij beginnen met iedereen is gelijk, begint de Duitse grondwet meteen met wij beschermen u tegen de overheid. Het idee van een grondwet of van het EVRM was ook altijd, ik bescherm je als burger tegen die overheid. Ja. Dat zijn wij vergeten, omdat in Den Haag constant gedacht wordt dat die overheid per definitie altijd goed is. Ja. Nou, dankjewel voor het maken van... Als je naar de afgelopen 100 jaar kijkt, is de overheid een veel grotere boef geweest, in fases, hè, in fases, dan welke crimineel inclusief Bin Laden dan ook. Dus omdat dat besef in Nederland heel... heel slap is, krijg je er ook heel weinig doorheen op dit moment. Ja, nou, en er lopen zelfs mensen nu in de Haag rond die hebben het idee opgevat dat de rechter niet meer aan het EVRM zou mogen toetsen. Dat heeft dan de Tweede Kamer al goed gedaan. Joost Taverne. Sorry? Joost Taverne heeft het idee dat er niet meer getoetst mag worden aan het EVRM door rechters, omdat de Tweede Kamer dat dan bij het maken van de wetgeving al zou hebben gedaan. Het EVRM heeft het voordeel nog dat je het altijd nog naar Straatsburg kunt opspelen. Maar het EVRM wordt op een andere manier kapot gemaakt. En dat is dat het EVRM op de millimeter gebruikt wordt, maar voor de grote zaken niet meer van toepassing is. Het EVRM staat te plakken vanwege Rusland en de Oekraïne. Ja. Kijk, dat is de grote schending van het EVRM die we hebben. En ondertussen wordt het EVRM bij huurgeschillen erbij gepakt. Dus ik snap het stukje waarbij Jos van Verne zegt, moeten we bij huurverschillen nu ook doorprocederen naar Hof in Straatsburg? En het antwoord nee. Dan moet het voor het grove schendingen beschikbaar zijn, ja. Maar dat debat wordt nooit gevoerd, waar moet het beschikbaar zijn. Met als gevolg dat het gevoel dat nu zelfs de Britse conservatieve EVRM het waard gaat worden. En dat is bloedlink. Ja. Bloedlink. Nou is gelukkig natuurlijk Engeland niet in de laatste 25 jaar ooit veroordeeld op basis van het EVRM, dus... Nou ja, de Engelsen zijn steeds woedend over het stemrecht voor levenslang gevangenisstraffen. Dat is dat daar de zaak moet exploderen. In Engeland was het dat iedereen die in de gevangenis kwam zijn actieve stemrecht kwijtraakte, als ze een bepaalde periode straffen. En de rechters in Polk die zeiden dat mag je wel doen, maar dat moet je als expliciet als straf opnemen, want dat neemt namelijk een burgerrecht. Vrijheid is een burgerrecht, stemrecht is een ander burgerrecht. Ja. En overigens kun je dat prima opnemen als je wilt. Daarmee moest Engeland stemrecht toekennen aan ongeveer 100 ergste veroordeelde misdadigers in Engeland. Dus de voorpagina van de krant in Engeland was wel een zeggen, hier hebben we bijvoorbeeld van de G, die krijgt stemrecht. Zo'n slachtoffer niet. Hier hebben we, u kunt het zich voorstellen, de Engelse pers is nog één graadje directer dan de Engelse. Hij slikt hem in. En het gevolg daarvan was bij de nazi's. Want wat je kreeg is, dus dat is die, maar het vervelende is, er is te weinig discussie over wat echte grondrechten zijn, om ze daarna te verdedigen. En die discussie zou veel meer gevoerd moeten worden. Het vervelende is dat bijna iedereen de sociale grondrechten erin gefietst heeft, waardoor de klassieke grondrechten redelijk verzwakt geraakt zijn. Ja, ik observeer ook een soort beeld dat wij een land zijn dat wij zullen nooit iets echt heel erg fouts doen. Dat zit niet. Er is een soort positief beeld van Nederland dat wij, terwijl natuurlijk de geschiedenis toch een hele andere kant op wijst. Nou ja, het begon al een paar honderd jaar geleden. Maar dat optimisme en daardoor dus dat wij niet getoetst hoeven te worden, omdat wij toch inherent wel goed zullen zijn, dat vind ik wel een hele boeiende. Zijn er dingen die heel actueel zijn waar we die we als aanleiding kunnen zien om een grote discussie vanuit burgerperspectief te voelen? Zijn er concrete voorbeelden? Wat mij heel erg zorgt bijvoorbeeld, zijn die grenspalen.
die mij elke keer als ik grens over de reden rijd, dan dat doe ik middelvinger opsteken, want er wordt iets van mij vastgelegd en die legt vast wat ik altijd heen en weer rijd en vrij haal. Dat vind ik heel vervelend. Is dat een voorbeeld waaraan we grotere discussies kunnen ophangen? Nou, als ik zelf zou zeggen dat debat een trekje was los bij de echte schandalen. En wat beveiligingsgegevens betreft is het elektronisch patiëntendossier zeer kwetsbaar. Ook de manier waarop het gegeven is Nederland buitengewoon kwetsbaar. Dat zou je kunnen toetsen. Ook omdat daar mensen weten dat daar gegevens opgeslagen worden waarvan ze echt weten dat ze niet naar buiten willen hebben. Ik wil echt niet dat jouw erfelijke gegevens, of je zwanger bent, of wat dan ook, dat moet je van een dokter kunnen. Dus om een dokter schijnt dat het waarborgd is. En je kunt ook gewoon zeggen van, het schendt een ander in de, omdat er geen recht op privacy in de wet vast ligt op jouw verkeersgegevens, maar wel op jouw medische gegevens, dus zelfs een medische beroepsgeheim, dat zelfs een rechter niet zomaar kan schenden, is dat wel interessant om te kijken of het daar misgaat, zou ik zo zeggen. Ja, en de andere casus waar de Tweede Kamer al een tijd achteraan zit, is van welke gegevens worden met Amerika uitgewisseld en worden die bijvoorbeeld voor droneaanval in Pakistan gebruikt. Want die zijn bij elke maatstaf ongrondwettelijk namelijk. Omdat we weten dat er ongrondwettelijk gemoord wordt met drones. Daarom doet Nederland dat zelf ook niet. En dus zou je een soort medeplichtigheid kunnen vereisen. Dat zijn de twee casussen die op dit moment wel goed hot zijn. Trouwens ook in Amerika is de Tweede Kamer op dit moment aan het worden. En de Amerikanen hebben weer zo'n belachelijke grondwet waarbij ze andere rechten toekennen aan mensen met een Amerikaans paspoort en mensen zonder Amerikaans paspoort. Dus moet er mogelijk een keer een Amerikaan gedood worden? Gewoon... Is al gebeurd, ja. Dan hebben ze in ieder geval een mooi geval. Wat zegt hij? Dan hebben ze in ieder geval een mooi geval. Dan kunnen ze hun eigen grondwet op dezelfde de dingen van toepassing verklaren. Ja, en het goed uitschrijven... Het zou mooi zijn als dat eens een keer op basis van een big data analyse zou gebeuren. Dan hebben we meteen de discussie goed op scherp. Dat... Nou ja, dat je een big data analyse maakt en gewoon een hele wijk plat bombardeert omdat de computer vertelt dat dat verstandig is. Liever niet mijn wijk. Ja, dat is wel een check. Ja, dat is een check. Ja, dat is een check. Dat komt wel erg dicht van Amsterdam uit. Nee, joh. Misschien een hongerige wolf wat toch wel leegstaat. Ik bedoel, ergens met Groningen die buurt te zien. Maar. Nederland heeft van alle landen die ik ken eigenlijk de zwakste traditie op het gebied van privacy. Ja. En dat komt inderdaad dat de Nederlandse overheid heel lang heel weinig rake dingen gedaan heeft. Ja, dat besef zul je dus met voorbeeld naar boven moeten tillen. En anders krijg je het besef ook niet in de politieke arena. En ja, wat ook dat is dus een keer publiek figuur pakken en al zijn data iemand een uur laten verzamelen en ze dan naar buiten gooien. Kijk, dit kan ik al hier vinden binnen een uur. Dat zal de persoon zich helemaal ook wel schrikken. Dus in Duitsland nog meer een politicus over zichzelf afgeroepen? Bedoel je dat met de vingerafdruk van van Edmund Schäuble, die dus de vingerafdruk in het paspoort aan het verdedigen was en daar kon niks mis mee gaan en vervolgens hebben ze op een feestje van CCC, Duitse hackersvereniging, hebben ze zijn vingerafdruk van een wijnglas afgehaald en die vervolgens op internet gezet, want ja, er kon toch nooit wat fout mee gaan. En dat was vrij onherstelbaar, ja. En dat zijn die één minuut momentjes waar je misschien wat mee kunt. Ik zou graag weten van de overheden wanneer ze mijn naam lichten, dat ik weet wie dat doet, waarom en wel op deze momenten en ik wil daar ook verslag over terug hebben. Dat kan nu niet. En ik zou moeten bedenken, is het een idee om mijn naam als merk in te gaan zetten? Dat ik een merk ben en dan is het van mijn merk gebruik maken, dus van mijn naam, dat ik daar op een of andere manier afgeleide kopierecht of iets kan krijgen daarover. Ja, want Twitter die gaat nu ook onderzoeken doen, 30 of 6 universiteiten gaan onderzoek doen met Twitterberichten. Mijn naam is overal. Ik vind hem interessant. Ik heb geen flauw idee, want dan ga je bestuursrecht en
civiel een beetje door elkaar trekken? Wat je in ieder geval kan doen is je DigiD een sms aan toekennen, je telefoonnummer aan toekennen. Als iemand dan als DigiD als jou gaat aanmelden, krijg jij een smsje op je mobiel. Dan weet je in ieder geval dat iemand bezig gaat met jouw gegevens. Ja, je kunt sowieso natuurlijk wel opvragen aan wie bij heel veel organen aan wie informatie is verstrekt. Ik kan je verklappen dat dat bij de gemeente doen is erg interessant. Ik heb dat een keer gedaan in 2011, ergens in maart. En toen stond er ook tussen politie Utrecht, die mijn gegevens had opgevraagd. Ze waren alleen vergeten erbij te zetten, dus dat dus niet vermeld mocht worden. Dus ik wist al maanden eerder dat er een strafrechtelijk onderzoek liep, dan dat ze het mij bekend maakten. Dus je kunt er soms wel eens leuke dingen uithalen. Ik vroeg me eigenlijk af, hè, wat dus net werd gezegd over van die gegevens van mensen, van publieke figuren als, even als voorbeeld dan opgevraagd worden. Dat is inderdaad een keer gebeurd. En wat ik mij wel herinner is dat dan toch vooral de mensen die dat hebben gedaan, dat is wat wordt omgekeerd. Dat wordt gezegd van kijk, dat kan, je moet beter gaan veiligen en meer. Vooral meer informatie opzoeken over mensen die dat kunnen, zodat we die mensen beter kunnen opsporen voordat ze het doen. In plaats van misschien die informatie niet verzamelen. Ja, dat is dat paradoxaal inderdaad. Boodschappen worden. Ja, nee, maar dat paradoxaal dat elke keer inderdaad een boodschap wordt aangepakt. Heel herkenbaar. Ja, nee, maar dat is. Ja, dat mag ik nog wel eens aan de lijf ondervinden, inderdaad. Dat is ook een beetje het probleem met dat soort dingen. Aan de andere kant zou je best wel kunnen nadenken over vormen van actie waarbij dat gewoon binnen het legitieme blijft. Of dit vermeldt iemand in zijn open bronnen. Daar ging het bij om. Je moet gewoon kijken wat het publiek er van iemand kunt krijgen. En wat je ook iemand kunt lekken. Is strafbaar, klaar. Nee, maar zelfs in publieke dingen, zelfs als het idee is door middel van lekken achterhaald, daar zitten vaak dingen tussen waarvan toch al snel wordt gedacht van ja, dat is toch ergens niet, zou niet moeten mogen dat je dat allemaal bij elkaar kan zoeken, terwijl je het in principe met Google kan vergaren. Ja, dan moet je gewoon de Google-links erbij zetten. Wat ik ook zei over die website met de inspirerende mensen die hebben bijgedragen aan de controlestaat, daar zou ik dus ook juist heel feitelijk willen zijn. En dan gewoon met links erbij, maar ook gewoon snoeihard bewijs van hè, zij zijn verantwoordelijk voor dit en dit. Dit hebben ze gestemd, dit hebben ze gedaan. En dan maak je het ook gewoon heel feitelijk. En hoe kun je daar nou wel tegen zijn dat ik een paar feiten op een rij zet? Als je dat wil, dan zou ik bij dat initiatief bijvoorbeeld moeten gaan kijken van wat zijn alternatieven. Omdat een aantal dingen natuurlijk gewoon hout snijdt. Je zorgt dat je tegenargumenten op het moment dat je privacy schending nodig hebt bij terrorismebestrijding, maar door het feit dat Robert M's computer zorgt dat het encrypted had dat de Nederlandse staten niet kon kraken, was ook weer erg best wel vervelend ergens. Hij gaf zijn wachtwoord uiteindelijk. Uiteindelijk. Maar zorg dus dat als je een tegenvoorstel hebt, dat die dingen wel kan aanpakken, terwijl Maar Pieter, waar zou iemand mee moeten werken als eigen veroordeling? Je hoeft ook niet de sleutel van een kluis te geven die je in je huis hebt staan als een politieagent de huis op je doet. De argumentatie daarvoor is dat bewijs dat bestaat al. Hetzelfde als met bloedafname en met alcoholafname. Dat is een gegeven feit, dat wachtwoord, dat is er. Ja. Dus dan maar is het sleutel zeker ook, maar die hoef je ook niet te geven. Maar dat is wel een grondwet dat je niet met je eigen veroordeling mee hoeft te werken. Als je een wachtwoord op moet geven, dan ben je toch meer met je eigen veroordeling. Dat doe je met het bloedonderzoek ook. Als jij aangehouden wordt met drank. Ik zag volgens mij ook verschil als je pincode ingeeft in je telefoon of dat je met dat de ene wordt gezien dat je wel meer werk krijgt, de andere wordt gezien dat je niet meer werk krijgt. Ja, ik wil nog steeds een USB-stick gaan maken die, met een TrueCrypt container erop, dus versleutelde USB-stick. En dan die aan Ivo Opstelten uitreiken met draaiende camera. En als hij hem dan omdraait, dat er dan op staat Ivo Opstelten kinderporno. En dan zeggen, nou gaan we ontcijferen. Succes ermee.
En dan heb je er iets van, wat is het, 96 tot de 256ste mogelijkheden. Kan nooit zo lang duren. Ja, als je opgesteld weet, het verschil tussen 2 en 5 miljoen niet. Dus dat is ja. Ik ben steeds het bonnetje aan het uitzoeken, dus dat heeft hij nu 2 weken de tijd voor. Ja, kan hij lekker met paasdagen bezig zijn. Ja. Ja. Maar goed, dat, maar dat lijkt mij nog wel. Zo die als laatste zo doen en dan. Wat hij net zei, van, ja, soms wordt het juist omgedraaid. Van, ja, meestal moet jou, trouwens. Moet jou, ja, meestal. Als een bedrijf zijn security niet op orde heeft, en komt ook nog vaak genoeg voor dat ze gewoon helemaal geen security hebben, dat de deur van wagenwijd open staat, dan komt vervolgens in de krant te staan als een of andere hacker heeft daar en daar ingebroken en ja, een of andere wiskit dit en dat. Dus de deur stond gewoon open. Dus hoe het daadwerkelijk in het nieuws nou ja, maar goed, en dan overtreed je de wet, hè? Dat bestrijd ik ook niet. Alleen ik moet mijn eerste artikel nog schrijven over een bedrijf dat zichzelf benadeelt, want dat vind ik niet spannend. Als iemand zijn hele administratie slecht wenst te beschermen, moet hij dat vooral doen. Weet je, daar raak je mij niet mee. Waar je mij mee raakt, is op het moment dat daar de gegevens van een derde in staan. Die onschuldig is, die daar niet part nog deel aan heeft. En dan vind ik het een evidente misstand. En dan mag je onder omstandigheden die misstand aan het licht brengen. Nou, als de data niet op internet komt, en het alleen maar publiekelijk wordt gemaakt en, er wordt dan zo gereageerd, dan vind ik precies wat je zegt, dan wordt wat mij betreft de wereld omgedraaid. En ik vind het nog steeds echt bizar dat bij de gemiddelde puistenkop van 16 jaar gewoon 10 man team high-tech crime kon binnenzetten met kogelvrije vesten aan en steekwerende vesten en de hele rimram. Ja, en heel vaak heb je het gewoon over kinderen dat het, ik denk dat als je ze zou ophalen, een doos tissue zou laten leeghuilen op het politiebureau, dat daarmee wel indruk genoeg heeft gemaakt. En ik verbaas me daarover. Ik heb me ook toen echt verbijsterd over het feit dat toen ik mijn strafdossier kreeg namens CEPO, dat er 5 rechercheurs 5 maanden bezig zijn geweest met probleem de winter. En dat je dan later een van de rechercheurs ooit nog eens een keer spreekt die gewoon echt wit heet is. Die zegt, weet je hoeveel btw-fraudeurs en door deze zaak gewoon niet zijn we aangepakt? Weet je over hoeveel miljoen, om hoeveel miljoen dat gaat? Dus het is gewoon aan alle kanten, het is ineffectief, het helpt onze maatschappij niet vooruit. En je had van tevoren kunnen bedenken, in mijn geval had je van tevoren kunnen bedenken dat ik gewoon journalist was die legitiem bezig was. En dan uit ego, want dat was het gewoon, ter discussie stellen of ik wel journalist was, omdat ik voor online media schrijf. Ja, dat is gewoon alleen maar inderdaad op de man spelen. Op een manier die alleen maar vervelend is en die gewoon heel weinig oplevert. Ja, dat is momenteel een beetje de sfeer en dat is echt heel negatief. En ik zou willen, als het over ethische hackers gaat die dus dit soort misstanden aan het licht brengen, ik zou echt willen dat ze zeggen, ja, mag niet, maar dat bedrijf heeft ook een aantal dingen gedaan die niet mogen. En als er niet hele rare dingen zijn gebeurd, gaan we daar nog niet heel erg ingewikkeld over doen. En dan ja, sorry, hebben we echt nog Russische bendes om op te rollen. Maar hoe kan je die hele rare dingen af? Kijk, Groen Hart ziekenhuis, één dossier dan, is dat legitiem? Of is 2 weken lang 33 dossiers doorpompen? Wat is dan het redelijke en het middelijke daarin? Ja, daar is natuurlijk op zich wel een complexiteit, maar je zou ook gewoon naar het eindresultaat kunnen kijken. En het eindresultaat is dat de gegevens daarna door die persoon zijn vernietigd. En het eindresultaat is dat er geen enkel medisch dossier van wie dan ook, waar dan ook ergens is opgedoken. En dat vind ik veel, weet je, en stel even... Het is een gebied namelijk. Nee, ja, is het ook. Maar stel nou even dat iemand voor argument's sake, hè, iemand dus net wat ver is gegaan. Dan krijg je een beetje zo'n juweliersverhaal. Als het geen noodweer is, dan is het noodweer excess. Ja, ik zou veel meer in die hoek gaan zoeken. Kijk, wat je nu hebt gedaan is dat je in die specifieke zaak is een enorm onderzoek opgetuigd.
Er zijn tonnen ingestoken. Vind je dat nou werkelijk in verhouding staan? En als we nu kijken naar de problematieken die we hebben in dit land, is dit nou werkelijk een smart move geweest? Tonnen kosten als het bedrijf van een man betaalt. Nee, maar dat is het privacyprobleem. Dat bedrijf, dat komt ermee weg, want die heeft namelijk niet strafbaars gedaan. Die heeft alleen maar een civiele wet overtreden. Ja, en die lopen vervolgens te piepen over dat ze wat lastige vragen van het CBP krijgen. Dat is gewoon de realiteit nu. Dus moet dat niet doen? Nee, en dat zou ik oké vinden. Als je dan zegt, oké, we pakken de ethische hacker aan. En we pakken het bedrijf aan. En laten dan bij voorkeur in één zaak dan beide dingen wegen. Dan zou het ook gewoon aan het rechtvaardigheidsgevoel voldoen. En nu heb ik toch zoiets van, ja, het laat een hele zure smaak naar. En dan ook als die te ver zou blijken te zijn gegaan. Ik weet dat niet. Dan nog vind ik, hè, dat je dat dan toch misschien, gelet op de grotere problematieken, daar toch wat milder in moet zijn. En ik heb veel liever dat er een bende wordt opgerold die... Kijk, bijvoorbeeld dat Dorifel-incident, dat heeft potentieel vele honderden miljoenen gekost. Daar krijgt geen haan naar, er wordt geen onderzoek meer naar gedaan. Weet je, dat vind ik in mijn beeld is dat nu wat er aan het gebeuren is en waar die balans gewoon volledig zoek is. Bij Dorifel zijn de persoonsgegevens van gewoon miljoenen Nederlanders in het geding geweest. En die zijn niet ter goede trouw opgehaald. Weet je, en daar zit voor mij het grote verschil in. En, is het niet aan de rechter om dat te toetsen dan? Natuurlijk is dat dan een rechter om te toetsen, maar nu hebben we dus een maatschappij ingericht waarbij de politie en justitie alleen maar gaan voor het laaghangend fruit. Namelijk de in Nederland wonende ethische hacker die met goede bedoelingen dingen doet die misschien over het randje zijn, weet ik niet, zou kunnen. Versus de internationaal opererende criminele bendes die eigenlijk evident één doel hebben en dat is dus gewoon misdaden plegen. Ik denk dat we daar toch vrij kort over kunnen zijn. En waar wordt dus de energie in gestoken? Ja, Team High-Tech Crime moet 10 zaken succesvol afronden per jaar. Dus waar steek je die in? Die pakken dus ga je de deur intrappen bij de DDoS'er die zijn school een keer heeft lamgelegd. Ik bedoel, ik snap het wel. En ik zou misschien, als ik onder dat gesternte zou moeten werken, zou ik waarschijnlijk exact hetzelfde doen. Maar idealiter gaan we dat veranderen. Nog heel erg high-tech. Nou, nee, maar dat is ook zoiets in Nederland. Als je, now you get me going, als we kijken naar bijvoorbeeld op marktplaatsen, dan is de oplichting, dat wordt vaak als cybercrime gezien. Sowieso dat hele woord cyber moeten we vanaf, maar dat wordt dan als cybercrime gezien. Dat betekent dus dat ook de hele entourage eromheen wordt opgetuigd. En wat ik zou willen is dat gewoon iedere officier van justitie daar gewoon mee kan omgaan en zegt, ja, heeft niks met cyber te maken. Dit is gewoon oplichting. En het medium heet marktplaats. Weet je, ingewikkelder dan dat hoeft het niet te zijn. En elke rechercheur die zeg maar iets met oplichting doet, moet gewoon een applicatiecursus hebben gehad. Wat moet ik dan aan marktplaats vragen? En daar zou ik mijn energie in willen steken. Moet je eens kijken wat je dan aan een wasted energy gewoon wegslurpt. Bij de rechercheurs die je daar niet voor wil hebben. En dan gaan we ons inderdaad met high-tech crime bezighouden. Maar zou die niet zijn voor de particuliere markt dan? Stel, ik word opgelicht op marktplaats. En ik ben mij tot een particulier onderzoeker. En ik zeg van joh, vind mij niet oplichten, dan kan ik daarmee naar justitie doen. Schilderen voor kosten lijkt mij. Ja, en dat betekent dus dat als ik een eenmanszaak ben met een webwinkel en ik heb dus zo'n zaak bij de hand, dat ik dat dus niet kan trekken. Kijk, bij een rechtsstaat, kijk, bij winkeldiefstal doe je dat ook niet. Dan laten we het ook gewoon aan de staat over. Nee, dat komt bovenop. Je wordt er gewoon nog meegenomen. Ja, maar nee, dat vaak gebeurt.
Ik vraag me trouwens af of alle rechercheurs, teams het zo nog doen met alles wat met Mark laatst te maken heeft doorgespeeld worden naar Suiker. Want toevallig ken ik een verhaal wat zeer recent gebeurd waar gewoon producten gestolen waren uit magazijn en rechercheurteam op heeft gezeten en dat echt binnen no time op had gelost. Omdat die sukkels het weer opnieuw hadden aangeboden. Wel ze exact wisten welk producttype. Het wisselt heel erg per politieteam. Ja. Maar er zijn er gewoon heel veel nog steeds niet voldoende opgeleid en op. Ik woon naast een politiebureau en daar kan ik gewoon van mensen die echt gewoon, waarvan ik weet dat ze echt gevaarlijk werk doen. Wat echt spannend is. Daar zaten bijvoorbeeld locatiegegevens in de foto's. Op sociale media. Ja, hoeveel makkelijker wil je een huisadres in handen krijgen? Ja, en als je daarvoor ook nog laat zien dat je een S5 hebt, dan weet je ook nog dat de GPS behoorlijk goed klopt. Ja, daar word ik niet vrolijk van. Ja? Ik wil daar afsluiten. Ik wil Bruno bedanken voor dankjewel. Dank je.